goedemiddag. Wij zijn nog steeds bij de boomhut. En ik heb weer twee nieuwe kinderen die willen een vlugge vlog maken. Met natuurlijk het welbekende liedje. Zullen we even een vlugge vlog doen? Ik moet even omhoog. Kun jij hem even vasthouden? Zodat jullie in beeld zijn, dan kom ik ook even omhoog. Weet je? Ja, ik wil ook... Ja, heb je me in beeld? Ik kom ook even omhoog. Hou hem even vast. Ja? Ja, oké. Okay. Nou, daar is hij. Nou, wie zijn jullie? Marie en Milou. En welke school zit hier? Milou, je moet hem wel iets hoog houden hoor. Wij komen uit beeld. En een beetje mee naar links zo. Nou, vertel even, welke school zit je? Nou? Dat is waar. Hè? Bloei. Moet wel een beetje harder praten. Bloei! Zitten ze op, toch? Ja, nou we zijn... Zal ik hem even overnemen, Milou? Want hij schuddebuikt een beetje. Zo, ik zit nu eindelijk in die hut. Haha, gelukkig. Nou, ik doe hem gewoon even langer, ja? Ja. Nou, we zijn wel een beetje schuin erop, maar ja, het gaat om het idee, hè? Nou, vertel even. Wat was het meest leuke boek wat je in de kinderboekenweek hebt gelezen? Mijn hoed is al. Ja, vertel. De waanzinnige boomhut. De waanzinnige boomhut? Ja. En waar zit je nu dan? In een boomhut. En hoeveel verdiepingen hebt u? Twee. Oh, ja, maar nee, die boomhut die jij zo leuk vond. 13. Hè? 13? Niet, ja. Niet 143? Nee. Oh, en ging het over Andy en Terry? Ja. En wat gingen die doen dan? Milou? Wat gingen ze doen? Ik heb jullie niet goed in beeld. Wat gingen ze doen? Nou? Nou? Milou, zeg maar. Milou is een vlinder. Ze gingen heel hoog springen, Milou. In de wolken, weet je nog? Ze hebben hem niet gelezen, Maar jij wel dus? Ja. Nou, en wat was het leukste verhaal in de boomhutboek? Van die stoel in de neus, vond je die ook leuk? Ja. Nou, kun je ook even vertellen hoe je dan een stoel uit je neus haalt? Ik geloof dat ik een heel moeilijk interview geef, of niet? Het is een moeilijke interview. Ja. Nou, geef niks. Kortom, de Amazing Boomhut verhalen met Brechtje, Vlechtje, Milou en... Marise. En ze zeggen even, je moet allemaal de Amazing Boomhut lezen, toch? Ja. Dan gaan we nu zwaaien. En Milou, wil jij dan even op dat knopje drukken daar, die zwarte? Die?